Goedenavond. Goedenavond allemaal. Anneke, ja, we gaan gewoon live, hemelwaard, of niet? Donderdag 8:30 gaan wij gewoon live. Hoi Lydia. Gezellig nog wat mensen binnen. Ik wacht nog heel eventjes met beginnen. Ik ga vandaag een kaartje maken in de handwerkstijl. Zal ik het zo maar noemen? Handwerken. Breien, haken, borduren. Dat is allemaal handwerken. Kaartje met eigenlijk van alles en nog wat aan technieken. Niet heel ingewikkeld, maar wel leuk om samen te voegen. Voor allerhande materialen ga ik gebruiken. Ik heb helaas geen voorbeeldje om te laten zien wat het eindresultaat gaat worden vanavond. Ik heb een aantal weken geleden een ideetje uitgewerkt en aan de hand van dat ideetje wilde Nicole en ik de spullen bij elkaar gaan zoeken voor te bestellen. En toen was het een na het ander niet leverbaar. Of weer op. Of wel leverbaar. En later toch weer op. Dus ik heb het plan een klein beetje moeten wijzigen. Dus ik heb wat andere spullen bij elkaar gezocht. Hier en daar. En we gaan ons laten verrassen wat het eindresultaat gaat worden vanavond. Ik heb wel ongeveer een idee. Maar nog geen voorbeeld dus. Ik ga in ieder geval aan de slag met deze leuke spullen van Crafters Companion. Die wilde ik jullie heel eventjes laten zien. Want het is een hele set. Ik ga er niet alles van gebruiken. Maar ik denk, ik vind het wel even leuk om het jullie te laten zien. Dat je een beetje een beeld hebt wat allemaal bij elkaar. Ja, waar ga ik beginnen? Hè? Ik zal maar gewoon bovenaan beginnen. Deze leuke bedelset is ook helemaal in handwerkstijl. En het is natuurlijk leuk om aan een strikje of zo even bij je decoratie. Je hebt net in de webshop zitten spieken, Anja, gezellig. Ze kosten €5,50 voor 10 stuks, dus dat valt qua prijs eigenlijk heel erg mee. En het is wel echt leuk om in het thema van hobby handwerken te blijven. Daarnaast hebben ze twee mallen met bolletjes wol. Deze met breipennen. En een haakpen. En daar had ik alweer een ontzettend leuk idee mee gezien. Had Nicole volgens mij ook op Facebook gezet. Met dit hobbytasje. Ook ontzettend leuk. Echt zo'n tasje waar je van alles in lekker en kwijt kunt. Hè, in het echt. Maar je kan er dus ook op een leuk kaartje verwerken. Of op een gewijzigd. Ja, mijn plan is gewijzigd, Jan. Verder niks. Tasje wat je dus leuk op een kaartje kunt verwerken of in een scrap variant. Kost €16,50 en je ziet hier ook die leuke hengsels en zo. Dit me meteen denken aan het tasje van Marianne Design. Het was ook kei leuk om dat bijvoorbeeld zo als hengsel daarin te maken. Er zitten leuke labeltjes nog bij, nog wat bloemetjes, knopen. Dus eigenlijk van alles. Terug naar mijn bolle wol.
Daar is bijvoorbeeld ook leuk om daar die haaknaald of zo in zo'n zakje of zo leuk te verwerken. Dan een beetje de bolletje wol er zo uit laten steken, had ik alweer bedacht. Maar dat gaan we vanavond niet doen. Dat is misschien nog wat voor een andere keer. Deze hoort er ook bij. Zo leuk dat de draad het woordje love gemaakt heeft. Met de naald erbij. Hebben we nog een setje met standjes. Daar zitten ook stempels bij. Dus deze afbeeldingen zijn en stempel en stans. Dus dat is wel echt wel leuk. Dat is echt een setje. Kost €6,40. Dan hebben we deze. Die vind ik ook ontzettend leuk. Het verfpalet. Met de kwast. Dat is ook leuk bijvoorbeeld om in het tasje de kwast te zetten. En dan een verfpalet of zo voor het tasje. Kost €6,40. Hebben we een leuk blokje bij met designpapiertjes. Blokje is 15 bij 15. 15,24 bij 15,24. Heel officieel, hè. Dus in lekkere, vrolijke kleurtjes. En dan hebben we deze nog. Die is ook wel erg leuk. Die is wat groter. Dit is een mok. Kan je leuk er nog bij maken. En ook dit is weer met stempels. Zit van alles bij. Die kost €10,99. Ja, die haakpen en een bolletje. Inderdaad, super leuk, hè. Dus dat is een beetje wat ik jullie wilde laten zien. Nu moet ik eventjes de mal erbij pakken waar ik vanavond mee ga werken. Deze zit er ook bij. De borduurringen. Eventjes een beetje ruimte maken. De borduurringen, daar ga ik vanavond mee aan de slag. Toen ik ze zag, had ik al meteen ideetjes. Dus ik hoop dat ik jullie hier vanavond een beetje mee kan inspireren. Daarnaast ga ik aan de slag met het knipvel van Yvonne's Art. Ik hoop dat ik het een beetje goed in beeld krijg. Ik heb al voorwerk gedaan, al een plaatje geknipt. Zodat we het niet te lang gaan maken vanavond. Ik denk, ja, dat past natuurlijk hartstikke leuk bij deze mallen allemaal. En dan heb ik nog een vel van Scrap Boys. Ik hoop dat die in het scherm op beeld past. Heel leuk met zo'n stofmotief. Uit de Sewing Love collectie. De achterkant heeft ook een mooi leuk stofpatroontje. Dus daar ga ik ook nog mee aan de slag vanavond. Dus heel veel leuke spullen. Even ruimte maken, dan zal ik de basis er even bij pakken. Even kijken, veel te veel spullen hier liggen. En de basis die ik vanavond ga gebruiken is deze mal van Dutch Doobadoo. Even kijken of ik het nummertje kan vinden. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. Zo op beeld. Dus we hebben ze al een tijdje in de winkel, Lydia. Maar ja, ze zijn eigenlijk stonden ze al een tijdje op het programma voor de live. Maar omdat steeds of de borduurringen waren niet leverbaar. Of het papier was niet goed leverbaar of zo. Heeft het een tijdje geduurd voordat we er live mee kunnen gaan. Maar we hebben ze al een aantal weekjes in huis. Het nummer van de mal is 470-713-173. Dus dat is de basis. Die heb ik... voor ik het vergeet te vertellen, moet ik natuurlijk eventjes nog zeggen. Van deze live hebben we een leuk actiepakketje gemaakt. Daarin zitten drie vellen A4 mosgroen papier. Dan zitten drie vellen wit A4 linnenpersing, drie vellen waterartpapier. Daar zit dit scrapvel zit erin. Ik ben heel even hard aan denken. Deze mask van Dutch Doobadoo die ik ga gebruiken zit daarin. Deze ring zit daarin. En het knipvel. En dat voor een prijs van €14,40. Jullie kunnen hem vinden in de webshop. Daar staat nog een keer precies wat er allemaal in zit. Mocht ik iets vergeten zijn of zo, kijk even goed. Volgens mij heb ik alles uit mijn hoofd zo even opgenoemd. Dus mocht je aan de hand van de live van vanavond zeggen van... Goh, ik vind het wel leuk. Ik wil ook aan de slag. Dan is een actiepakket natuurlijk wel leuk, hè. Deze mal zit er niet in. Ik ga gewoon met de basis. Die heb ik dus uit het groen wat in het actiepakket zit. Het wit heb ik hem gesneden of geknipt. En een waterart. Ik heb gewoon de...
buitenste lijn voor groen gebruikt. Een laagje kleiner voor het wit en nog een laagje kleiner voor het waterart. Ik denk dat dat bij ieder van jullie wel bekend is, hè? Hoe het werkt met de Dutch Doobie Doo mallen. Ik heb ze alvast uitgeknipt. Ik zie dat ik nog een potloodlijntje heb wat ik even weg moet gummen. Om gewoon wat tijd te besparen vanavond. Dan kunnen we meteen over tot het werk. Ik leg deze twee even aan de kant. Die heb ik nu niet meteen nodig. En ik ga met een roze distress kleurtje naar keuze. Waarvan ik denk, die vind ik wel leuk bij het papier passen. Ga ik een beetje kleur aanbrengen op het papier. Ik doe dat geheel willekeurig. Gewoon een beetje op plaatsen waarvan ik denk, oh. Tik de armband zo lekker op het glas. En ook dit is jullie wel bekend, denk ik, hè? Het werken met de inktjes. Er komt weer een leuke nieuwe kleur van de Distress inkt uit, zag ik. Ik vond hem echt heel erg mooi. Hoi Astrid. Oh, je bent niet vergeten, Astrid. Dat is leuk. Kun je gezellig live meekijken. Nou, ik doe dat aan de andere kant ook. Ik moet er wel even aan denken dat jullie niet precies weten wat het eindresultaat wordt. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Normaal zorg ik altijd dat ik een voorbeeldje klaar heb. Het was wel lekker weer vandaag, hè, dames. Nog buiten gehobbyd of zo. Ik hoor hier toch nog een beetje, denk ik, hierboven. Lekker buiten in de tuin kleuren of zo. Of wat plaatjes knippen. Nou, ik denk dat ik dit zo wel genoeg vind voor nu. En nu ga ik... Oh, je bent op de camping, Astrid. Wat fijn. Even kijken, nu ga ik mijn masker erbij pakken. Ook zal even het nummer laten zien. Hoe noemen ze hem? Ik weet eigenlijk niet hoe dat die heet. Oh, hij heeft geen. Oh, de Fabric Mask is het. Ik vond vooral het patroon wel erg leuk. In het kader van stofjes en linnen en zo, denk ik aan jute. Het deed me meteen een beetje aan jute denken. Ik denk, oh, dat komt wel leuk uit. Dus die. Ga ik met structuurpasta even de goede pot pakken. Ik gebruik gewoon de structuurpasta, de witte van Dutch Doobie Doo. De pot heb ik al jaren. Zij is al aardig gebruikt. En ik heb een spatel van Nuvo. Ook ontzettend fijn. En daar ga ik eventjes het patroon mee aanbrengen. Doe ik gewoon een beetje op gevoel. Aan het haken geweest. Ook lekker. Kun je ook fijn buiten doen, hè. Oh, is bij jullie geen hemelvaart, Lydia? Ik weet eigenlijk niet hoe dat gaat in België met zo'n feestdagen. Nou, deze kant smeer ik hem ook lekker in. Een beetje goed in beeld. Gewoon een beetje op het oog. Haal ik hem er voorzichtig vanaf. Even een schoon loepje erover. Want die ga ik daar nog een keer gebruiken. Dan hoop ik dat dat een beetje werkt. Want ik kan hem niet. Normaal spoel ik die meteen af onder de kraan. Maar dat gaat natuurlijk nu even wat moeilijker. Ik maak hem even schoon met een doekje. Voor zover als dat gaat.
het niet al te klieberig wordt. Even kijken. Dat gaat niet werken zo. Ik gooi hem toch zo even onder de kraan. Moet wel lukken. Even kijken. Even aan de kant. Dat is handig van de glasplaat. Hè? Je veegt het er zo weer af. Nou, ik spoel heel even gauw de mask af.